Met zoveel leuke dingen. Hoe kan je dan de mindere leuke dingen op een plaat brengen? Nou ja, dat is natuurlijk wel zoiets. Ik bedoel, het leven bestaat natuurlijk uit positieve dingen. En ik zit nu echt in een jaar waar dat ik echt mag zeggen, gelukkig, dat ik echt een jaar heb dat ik denk van nou, dit is misschien wel een van de mooiste jaren die ik heb meegemaakt als Frans Bauer. Maar ja, aan de andere kant zie je natuurlijk ook in je dagelijkse leven ook een hoop ellende en ook een hoop mensen die uit elkaar gaan. En dat hoort ook bij het leven. En ook dat soort dingen zijn vertegenwoordigd op mijn album. Maar ik moet er wel bij zeggen dat gezelligheid de boventoon voert. Je blijft een gezelligheidsmens. Jazeker. Een Bourgondier en een gezelligheidsmens. We zien het ook terug in je clip. Dat lijkt wel een beetje geïnspireerd op André van Duin. Ja, ja. Ik wilde een clip hebben waarvan ik vrolijk werd. En ik wilde ook heel graag in een café. En ja, ik vind als je in een café staat, je kunt op allerlei manieren doen. Je kunt achter de bar gaan staan en je kunt gaan zingen. Maar ik dacht van, laat ik mijn fans eens verrassen. Want het liedje Ratata of Skippyball zijn bijzondere liedjes. En ik heb gedacht, laat ik nou een keer op heel veel manieren mezelf spelen. Dus ik ben barman, ik was gewoon Frans, ik ben fanfare man geweest. Het leuke is dat ik Appie Scheer heb gevraagd. Het is mijn lookalike hier uit Friesland. En ik belde Appie om te vragen of dat hij mij wilde spelen. Omdat hij verschrikkelijk veel qua postuur ook op me lijkt. En dat wilde hij heel erg graag en dat vond ik ontzettend leuk. En daar hoor je dan ook weer op, ja. Het is ook best wel bijzonder dat een bekende Nederlander zijn lookalike vraagt om te komen assisteren in zijn eigen clip. En we hebben echt wel gelachen samen.